In de case Rodney Cairo versus het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, geeft directeur Danielle Feira in een verklaring aan dat door de wijze van berichtgeving het begrijpelijk is dat een reactie verwacht wordt. Zeker ook omdat de integriteit van DNV, de leiding en haar medewerkers hierdoor wordt aangetast. Volgens de directeur wil zij echter het onderzoek van de politie niet beïnvloeden door een gedetailleerd statement af te geven. De militair Rodney Cairo heeft namelijk bij de politie aangifte gedaan en een klacht ingediend bij de procureur-generaal. In de verklaring laat Feira dan ook optekenen dat met de klacht ingediend bij de politie het resultaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie wordt afgewacht. Volgens haar moet het recht zijn beloop hebben en moet het OM de volledige ruimte hebben om tot waarheidsvinding te komen. In de verklaring wordt verder aangegeven dat het directoraat een samenvloeiing is van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en het Bureau Nationale Veiligheid. Beide organisaties hebben in het verleden succesvolle operaties gedraaid in een goede samenwerking met de politie en het OM. De taken van het DNV zijn onder meer informatiewinning over witwaspraktijken, drugscriminaliteit, illegale wapenhandel en terrorisme. De directeur is volgens de verklaring een ambtenaar die de opgedragen taken nauwgezet uitvoert met de middelen die zij ter beschikking heeft. Volgens Feira is het van haar bekend dat ze zich altijd heeft laten leiden door haar nationalistisch gevoel en zich altijd heeft ingezet zonder aanzien des persoons. Ze doet dan ook een beroep op de samenleving om de bevoegde instanties de ruimte te bieden hun werk naar behoren te doen. De DNV-directeur benadrukt dat de nationale veiligheid gewaarborgd blijft in de ruimste zin des woords.